stoot. Veel lente in Brazil. En ook Zuid Vught. Ik dank u. We zijn van de scouts van Boekhouten en we gaan de stoet openen met de reuzen. Van Oosteeklo. Dus de klutsche verkes. Hey, ja. We komen een keer buiten. Als goed weer als. Mijn outfit, dat is van de mijnwerkers, van de ketellappers. En wij gaan dat zobiet allemaal laten zien wat dat precies gaat. We gaan niet te veel verraden. Nee. Dames en heren, welkom hier in Assenede. Welkom, welkom in ons 1300 jaar bestaan in Assenede. Samen met Diederik van Assenede en zijn klerk, Diederik van Assenede. Ik ben Van Malle Danny, ik ben de voorzitter van carnavalsgroep De Krakkers. We zijn een groep van uit Nederland, uit Arnhem. En vandaag doen wij mee hier in Assenede. Portrettrekkers afkomstig uit Kaprijken en wij vieren feest alle apres-ski. Dat is de karreke dat we nu gemaakt hebben. Een vredelijk tuinhuis en een apres-ski-bal. Hopelijk amuseren jullie en we zien wel wat er nog gebeurt vandaag. Hopelijk niet weer regen. We zijn de zwijntjes van ons winkel. We hebben een piratenboot gemaakt. Daarnaast hebben wij ook een schateiland gemaakt en een reddingsbootje met een skelet in. We hebben ongeveer een tweetal maand gewerkt aan deze wagen om hier vandaag te kunnen zijn in Assenede. Nog gekker dan beesten met z'n allen gaan. Oh, we zijn met de meesten. Liedje van mijn liedje, een wondermelodietje. Dat liedje, geschifte melodie, die in je hoofd blijft zitten. En
Straks rijden we met de Landelijke Hilde in de stoet. En we gaan een oogsttafereel uitbeelden. Dus deze zomer, in eind augustus, is oogstfeest. Ook in het kader van 1300 jaar Assenede. En die dag is tevens ook een nationale ploegwedstrijd in de Kloosterstraat. Mooie optocht en vrij amusant. Sowieso. Kom volgend jaar sowieso terug. Maar ja, nu zijn we waterkiekers, hoor. Zijn we die regen. De dame wordt niet goed, maar dat maakt niet uit van mij. Vandaag ben ik weer met alle Zeker weten.